De autocrasser heeft opnieuw toegeslagen in de parkeergarage onder het appartementencomplex Carré Markenhagen in het centrum van Breda. Dit keer moesten 9 auto's eraan geloven in de parkeerkelder aan de Nieuwe Weg. Na een eerder bezoek van de autocrasser plaatste de eigenaar van het gebouw, woningcorporatie Laurentius, al een bewakingscamera. Die beelden worden nu bekeken. Tot nu toe zijn in totaal tientallen auto's bekrast. Laurentius kondigde maandag extra maatregelen aan.